van de dingen die ik geleerd heb vandaag is dat we allemaal hetzelfde belang hebben. En dat we windenergie, maar de duurzame energie opwekken in zijn totaliteit, dat dat nodig is voor elkaar. Dat we volgens mij, denk ik, met elkaar al wisten, maar werd nog eens heel sterk werd bevestigd, is toch dat woord dat omgevingsmanagement, iedereen blijven betrekken en het verhaal blijven vertellen. Dat was voor mij toch wel het meest integrerende vandaag. Met de conferentie kunnen we het goede verhaal vertellen aan iedereen. En kunnen we aan een breder publiek dan nu de windwereld in Flevoland vertellen wat ervoor gezorgd heeft dat we nu al die vergunningen hebben verleend en dat die turbines gebouwd worden voor een duurzamere toekomst. We gaan nu natuurlijk pas zien wat we bedacht hebben. Want we zitten nog aan de vooravond van de realisatie. Windpark Zeewolde is natuurlijk echt al bezig. Die zie je denk ik nu het verst aan de realisatie. Blauw en straks groen zijn begonnen. En we zijn natuurlijk bezig met een vierde windmolengebied. West, wat ingewikkelder is omdat daar minder ruimte is letterlijk om ook te realiseren. We gaan komende jaren zien, daadwerkelijk zien, wat er nou eigenlijk gebeurd is. Ik denk dat ik vooral trots ben omdat we gewoon 3 windprojecten vergund hebben gekregen. En dat als je nu over de A27 rijdt, dat je die nieuwe turbines al ziet staan. En dat het er ook echt van gekomen is. Dat ik daar het meest trots op ben.